Nee, sorry. Oeh, ik kijk al wel naar je stem. Het is dinsdagmiddag. 6 uur op school en Nederlands is niet mijn favoriete vak. We lopen naar binnen en samen met mijn vriendin Charlotte gaan we zitten, nemen we plaats. En de docenten komt binnen. Ze vertelt dat we spelling en grammatica gaan doen en dat is absoluut niet mijn favoriete onderdeel. Wat heb je eraan alsof je zinnen gaat ontleden terwijl je aan het praten bent of op de computer iets aan het typen bent. Daarna ben ik in gesprek met Charlotte en ik heb geen idee waar het over gaat, want alles gaat langs me heen en ik knipper en ik sta niet meer in de klas. Ik sta voor een 2 meter hoge spiegel. Mijn haar is opgestoken en ik heb een hele mooie lange jurk aan. Ik heb hakken aan van ongeveer 8 centimeter hoog en ik kijk naar mezelf, ongeveer 20 jaar oud. Ongeveer 5 jaar met wat nu mijn leeftijd is. Terwijl ik mijn clutch pak, mijn tasje, realiseer ik me ineens dat dit de dag is. Vandaag heb ik mijn première. Ik speel Belle in Belle and the Beast, de musical. Dat is iets waar ik van kind af aan al van droom. Dat is iets wat ik gewoon heel graag zou willen. Ik hoor getoeter van buiten en loop naar het raam toe. Ik kijk even naar buiten en ik zie een zwarte BMW staan, een hele chique auto. Ik loop het appartement uit en ik sluit de deur. Ik open het portier en ga zitten. De chauffeur vraagt me aan mij, vind je het spannend? Ja, ik vind het heel spannend. Ik heb wel vaker in musicals gestaan, maar nog nooit heb ik de hoofdrol gehad. En al helemaal niet in iets wat mijn lievelingsmusical is. We rijden naar de rode loper toe en ik stap uit. Mijn tegenspeler Jason die staat al op mij te wachten, hij speelt het beest, en samen lopen wij naar de pers. Duizenden flitsen van beide kanten worden gewoon een soort van afgevuurd op me. Mensen blijven aan me vragen, Rosalie, hoe is het nou? Rosalie, wil je onze vragen beantwoorden? En ik neem daar ook even rustig de tijd voor. Ik heb een soort van gesprek met bijna elke fotograaf aan de zijkant. Ik ga een paar keer op de foto met mijn cast en met mijn medespelers. En daarna komt de beveiliger me halen, want het is tijd om te kleden. Dus ik loop naar binnen, ik ga naar mijn kleedkamer toe en terwijl ik nog over de gang loop, heb ik nog een soort van rek met kleding waar ik mijn eerste jurk uitpak. Het bestaat uit een witte blouse, een soort van blauwe rok en een blauw topje met een wit sport eroverheen. Ik loop naar mijn kleedkamer en kleed me snel om. Ik haal mijn make-up eraf, doe weer nieuwe make-up op. Een soort van smink, zodat je me ook achter in de zaal heel goed ziet. Daarna komt de grimeur, Marloes, en zij helpt mij met mijn pruik. Het is een pruik die in het begin van de scène al op mijn hoofd zit. Het zit hiervoor een beetje omhoog en dan loopt het in de staart met een blauwe strik omheen. Het is echt een hele mooie pruik. En ik begin steeds zenuwachtig te worden, want dadelijk is het moment. De eerste keer dat ik echt voor het publiek een hoofdrol mag verkondigen. Dus ik loop langs alle kleedkamers en leg toitjes neer. Een soort van kleine cadeautjes om elkaar succes te wensen. Die leg ik daar neer en ik loop weer naar mijn eigen kleedkamer, waar ook al toitjes liggen van andere spelers. Deze leg ik nog even snel voor de spiegel, omdat ik hier toch een paar maanden zit. En zo kan ik er elke dag aan terugdenken. Ik loop naar het podium en ik pak een zender, die wordt bij mij aangedaan. En we gaan op een rij staan. Ik sta in het begin, omdat ik zender 1 heb, omdat ik de hoofdrol speel. En zo gaat eigenlijk de rij helemaal door. Om en om moeten we een zin zeggen, zodat we kunnen testen of het zendertje het goed doet. Dus ik zeg mijn eerste zin, goedemorgen papa! Het was goed en zo gaat het rijtje af en het is eigenlijk allemaal prima in orde. Moet ook wel voor de première. Dus ik loop terug naar de coulissen en ik pak mijn requisite. Dat bestaat uit een mandje en een boek. En ik ga staan op het podium. Er staat een soort van wand wat een huisje moet voorstellen van Belle en haar vader. Op dat moment hoor ik ook al stemmen in de zaal. Wat betekent dat de zalen zijn geopend? Op dat moment klopt mijn hart heel hard en ben ik toch heel erg zenuwachtig. Want ja, wat zullen ze vinden? Er zitten hele belangrijke mensen in de zaal. Dus ik ga staan achter het schot. Het doek gaat open en je hoort het begin van het muziekje waarop ik naar buiten kom.
Dus ik open de deur. Ik ga naar buiten staan. Ik kijk even de zaal in. Ik draai me om. Ik zwaai en ik zeg dag papa. En ik sluit de deur weer. Ik loop naar het midden van het podium. En op dat moment zou het muziekje moeten beginnen van mijn eerste lied. En op dat moment hoor ik de zoomer. Ik knip hem nog een keer en ik kijk om me heen. De helft van mijn klaslokaal is al leeg. Ik heb dus zitten dagdromen. Ja. Helaas. Charlotte vraagt nog aan me of dat ik mee mag of meega. En ik pak mijn spullen snel in en loop het lokaal uit. Ik hoop dat deze dagdroom ooit werkelijkheid wordt. Ja.